Ik ga vanaf januari elke dag vloggen. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is een hele leuke dag, want ik ga straks richting de arena naar Huis van Oranje, omdat Nederland tegen Qatar speelt. En we gaan samen met nog heel veel andere mensen kijken in de arena. Maar moet je eens even kijken naar het weer, jongens. Ik zie gewoon helemaal niks, joh. Hey. Kijk dan. Zo, dit is wel echt lijp, hoor. Jongens, ik moet zeggen, ik vind ons appartement altijd in de winter en rond die koude dagen vind ik het zoveel lekkerder aanvoelen of zo. Het is gewoon, ik weet niet, het voelt gewoon lekker knus. Ook als je zo kijkt, dan is alles buiten helemaal wit. Dan zie je dus eigenlijk helemaal niks. Maar het voelt echt heel erg lekker gezellig met die lampjes zo. Ja, eigenlijk moet ik nog de kaars aan. Maar goed, jongens, ik ga even lekker een ontbijtje voor mezelf maken. En dan gaan we zo richting de arena. Oh, kijk eens even. Laat eens eventjes zien. Godsidori. Potjandori. Ja, ze zijn wel echt dik. Ja, hè? Ja. Maar deze heb je toch gekregen in de loting? Ja? Zeg maar, je hebt, ja. Gewoon voor resale. Amber gereed, of voor retail. Lekker hoor, ziet er goed uit. Dankjewel vriend. Mooi. Ja. Mijn oranje shirtje heb ik lekker aangetrokken, want het is tijd om richting de arena te gaan. En dan gaan we naar Nederlands elftal kijken tegen Qatar. Oh jongens, en ik ben benieuwd, want als het goed is, is het ook een hele show en zo. Dus let's go, we gaan het zien. Kijk eens even, daar sta je dan. Midden op het veld. Snapchat van maken, wacht maar hè. Je mag er wel op. Jij bent een van de winnaressen. Nee jongens, kijk hoe dik. De deuren gaan zo open en dan komen alle andere mensen. Kijk, er zitten overal, staan hier tafels en zo. En hier zijn die grote schermen waar ze naar voetbal gaan kijken. Echt heel lijp. We staan hier dus op het podium en wij moeten straks dus ook het podium opgaan. Maar het enige wat we moeten doen is een bal vasthouden. En die aan jou geven en dan ga jij gekke trucjes doen. Kijk, laat jij eens even zien wat de bedoeling is. Zo. Zo, nou ja, kijk, ik denk wel dat dit gaat wel lukken, denk ik. Dit moet wel lukken. Denk ik ook. Oh jongens, ik ben echt heel erg benieuwd. Nederlands elftal moet wel echt gaan winnen, want anders dan van Qatar, jongens. Ja. Wil jij ook op de vlog? Ja, volgens mij zo. Of zo. Zo, wil je zo op de vlog? Ja. Wat moet ik dit zeggen? Dit is ook een van de winnaressen van de winactie. Ja. Kijk eens eventjes. Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Je moet straks op het podium gaan staan, hè? Ja, klopt. Nee, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Bas van Geuns, Ruben en Bas van Son. Bas van Son, waarmee ik ook op Wintersport was, die komen ook hier zo heen. En dan gaan we lekker gezellig, lekker voetbal kijken met z'n allen. En ik ben gestopt met biertjes drinken. Want 2 december ga ik natuurlijk de fotoshoot doen. En ik wil wel gewoon even echt, gewoon echt goed ripped zijn. Dus ik ben met de auto. Ja, ze winnen in ieder geval. Als Qatar scoort, houden we dan. We gaan het zien.
auto een frontsplitter. Er zitten zeg maar voor op je auto aan de onderkant bij de bumper. Hey, klopt wel. Hebben dus wel geïnvesteerd in nieuwe auto onderdelen? Ja, kijk. Oh, wacht, kijk, een nieuwe diffuser. Diffuser, daar doe je toch water in? Dat zit toch zo'n kaars? Kijk, dit zit dan achter op je auto zeg maar, ik zit hier je uitlaten. Maar wat heb je nu dan? Dit ook, maar die is een beetje kapot. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Gisteren hebben we het Nederlands elftal gekeken in de arena. En ik zei dat we daarna uitgingen, maar we zijn helemaal niet uit geweest. Dus ja. Maar ik had jullie dit laten zien. Mijn bumper, of nou ja, mijn diffuser. Alleen, er moet nog een frontsplitter komen. En die zou ook gisteren aankomen. Maar die is dus blijkbaar niet geleverd. En ik zie ook niet wat de status is van de levering. Dus ik hoop dat die wel aankomt. Want die frontsplitter is ook echt super dik, jongens. En dan moet ik even langs Jim en dan gaan we het samen erop zetten. Oh ja, en ik heb dus nu besloten dat ik mijn wrapper af ga halen. Ik dacht eerst nog van ja, moet ik het er wel op houden of moet ik het er niet op houden? Maar ik dacht, ik heb gewoon zin in een soort van nieuwe frisse auto. Dus ik haal hem gewoon eraf. En dan heb ik gewoon een compleet nieuwe auto met allemaal nieuwe spullen erop. En dan wordt hij gewoon iets volwassener en even wat dikker. Het is tijd om de deur uit te gaan, want ik ga richting Hilversum. Want ik heb een gesprekje met Talpa, mijn nieuwe YouTube management. Dus let's go! Zo, we zijn weer klaar. Ik heb net een meeting gehad met Talpa Social. Dus wat ik dus al zei, is mijn nieuwe YouTube management. Ik zat eerst bij We Are Era. Maar ik ben weer lekker terug bij Talpa. En we hebben een goed gesprek gehad over, ja, over mijn YouTube kanaal en wat er moet gaan veranderen. Wat er beter moet. Plannen, leuke dingetjes bedenken voor mijn video's. En ik ben er dus over uit. Ik heb dus met hun besproken ook over dagelijks vloggen. En ik heb het er laatst met jullie ook over gehad van hey, zal ik gewoon gaan dagelijks vloggen? Want ik vind video's maken super leuk. Ik vind het leuk om te communiceren met jullie en dingen aan jullie te laten zien. En ook voor mezelf vind ik het leuk. En ik ga vanaf januari elke dag vloggen. En dan gewoon waarschijnlijk gewoon voor een maand. Kijken hoe ik het vind, kijken hoe jullie het vinden. Want wat het natuurlijk wel is, vloggen, voor heel veel mensen lijkt het niet zo, maar bijvoorbeeld een Gio, het is heel intensief. Je moet je hele leven er, zeg maar heel je leven gaat op een gegeven moment over je vlog. Want de mensen om je heen, die worden gefilmd. Je moet elke dag editen, je moet elke dag dingen doen, ook om je vlog leuk te maken. Dus je gaat wel echt leven naar je vlog. En ik ga kijken of ik dat leuk vind, ik ga kijken of jullie het leuk vinden. Dus vanaf januari komen er dagelijkse vlogs, jongens. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Maar goed. Nu lekker naar huis. Ik heb wel echt, ik heb wel zin in januari of zo, jongens. Ik heb al de hele tijd het gevoel van oké, ik wil gaan dagelijks vloggen. Maar ik had gewoon even een start nodig. Dus nu vanaf januari elke dag een video, jongens. Laat even iets weten in de reacties of jullie willen dat ik ga dagelijks vloggen. Of dat jullie denken, nou, hoeft niet per se. Ik ga het sowieso doen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie. Dus laat maar weten. Holy shit, jongens. Ik ben nu net klaar met trainen. En dit was de laatste training voordat ik morgen de fotoshoot ga doen voor Van Katje naar Sixpack. Het resultaat na twee maanden trainen. Potjandori. En het was mijn training, jongens. Het geluid kan trouwens nu beter zijn dan dat ik even mijn microfoon er weer op heb. Want voor Van Katje naar Sixpack gebruik ik gewoon altijd mijn microfoon. Alleen voor vloggen is die microfoon niet zo handig, omdat je heel vaak je camera gewoon onder je arm hebt. Of je moet hem even snel eruit pakken of meenemen. En dan is zo'n groot ding bovenop niet zo handig. Maar het geluid is wel echt veel beter. Dit is trouwens het verschil in geluid. Dit is dus met microfoon. En dit is zonder microfoon. Niek die heeft nu een afspraak ergens in Amsterdam. Maar Niek die komt straks naar mij en dan moet ik hem weer de hele video gaan bluren. Nee, was maar een grapje, jongens. Want kijk, hij heeft één keer in de video gezegd van nee, ik wil niet in je video, ik wil niet in je video. En sindsdien is het een soort van grapje geworden. Maar goed, Niek die komt straks naar mij en dan gaan we vanavond samen naar een event van TikTok. Want we zijn uitgenodigd door hun voor een feestje. Ik weet zelf eigenlijk ook niet wat het is, ik weet niet wie er zijn. Maar het wordt vast heel erg gezellig, dus ik ga jullie ook gewoon weer lekker meenemen. Dus dat wordt een gezellige avond. Daar is hij hoor. Vincent. Hey. Ja, oh. Wil je laten schrikken? Ja, ik weet het eigenlijk allemaal maar niet. Maar je zei niks. Nee, ik weet ook niet, maar je keek me al aan. Nou zeg. Ik ben altijd voor, trouwens, niet heet het. Ja, maar altijd als ik erop ga, weet ik, oké, er is een kans dat hij hier nu is. Ja, ik weet, maar ik dacht al, ik heb het al heel lang niet gedaan. Ik ga het gewoon weer een keertje doen. Ja, echt zielig. Er was een jongetje bij de kassa. Er was een jongetje bij de kassa en die had alleen een pak koekjes in die kassa en zo. Dat was dan 1,20 alsjeblieft. 1,20. En kijk eens, gewoon, dat heb ik helemaal niet. Dus jij was zo lief geweest. Nou, dan geef ik jou wel. Ik heb hem betaald. Echt? Al die gasten eromheen, al die vrienden, die zeiden allemaal, dank u wel meneer. Hé, hey, hij is die lange guy van Brugklas. Ook echt die lange guy van Brugklas. En toen dacht ik moet hier weg. Dus Nou, heb jij toch veel meegemaakt al vandaag dan, hè? Nee, joh.
We moeten natuurlijk wel eventjes goed eten voordat we naar dat leuke event gaan. Dus Ruben die heeft gekookt. Wie zegt dat het een leuk event is? Ja, dat weet ik ook niet. We gaan het zien. Duizenden TikTokkers. Ja, wij zijn ook TikTokkers. We gaan collaben met andere TikTokkers en TikTok dansjes doen, Niek. Gaan we vanavond een TikTok maken? Ja, ik denk het wel. Een Viber TikTok, dat we met andere TikTokkers aan het collaben zijn. Of is het juist vanavond niet TikTok, maar gewoon alleen event? Ik heb geen idee. Maar wil jij TikTok maken nou? Hoeft niet per se. Misschien hebben ze allemaal TikTok-wandjes neergezet om dan... Nou Ruud, je hebt goed gekookt. Lekker! Lekker. Waarom heb je het ingepakt dan? Het is makkelijk, blijft goed warm. Oh, toch. Ik had het al vanochtend gemaakt. Ja. Voor jullie. Nice. Weet je, ik wil het toch even met je over hebben. Oké. We moeten even praten. Ben je gay? Nee, ik ben niet gay. Alleen, ik weet dat je niet in mijn vlog wilt. En ik weet dat je het allemaal lastig vindt de laatste tijd. Weet je wel, dat je geblurred wil zijn en zo. Ja. Maar kunnen we niet even een overeenkomst maken waarin we wel gewoon weer de oude tijd zoals vroeger zonder problemen elkaar konden filmen? Ja. Kijk, de tijd is veranderd. Jij wilt views, dus dan kan jij mij gebruiken, want ik zit nu in de hype van Robinson. En jij nodigt mij veel vaker uit dan eerst. Ja. Dus ik heb het idee dat jij mij niet meer uitnodigt omdat ik Niek ben. Maar omdat je Niek van Expeditie Robinson bent. Oké. En daarom denk ik, no José, ik ga er niet in mee. Blokkeer piramide, ik glijd van me af. Jij gebruikt mij. Oké. Dus dat denk je echt? Nou ja, ik heb het gehoord van Willem en Ruben dat je dat doet. Dus. Wat is dit weer voor bullshit? 3 jaar, 4 jaar met elkaar om. Mm-hmm. Op een hele normale, vriendschappelijke manier. En af en toe natuurlijk seks, maar daar hebben we het niet over. Nee, dat ga je ook wegpiepen nu, want ik wil helemaal niet dat mensen dat weten. Nee jongens, we maken maar een grapje allemaal. Ik ga eventjes douchen en dan ga ik me omkleden, want we gaan richting het TikTok-event om TikTok-collabs te doen. Nu zeg je echt alsof iets heel cool is. Nick, we gaan geen TikTok-collabs doen. Ga jij TikTok-collabs doen? Met wie? Roxy Dekker zeker, die 16. Hey Willem, waarom sta je hier nou? Nee jongens, we weten eigenlijk niet zo goed wat het is. Het is volgens mij gewoon een event waar allemaal TikTokkers zijn. En het is een soort van feestje wat TikTok heeft georganiseerd. Dus we gaan het zien jongens. Maar het is sowieso gezellig om daar iedereen te zien die ook TikToks maakt. Nou jij, ik maak af en toe nog wel TikToks. Kijk jij één keer in de maand. Ik heb gisteren een TikTok gemaakt. Maar die werd niet zo goed ontvangen, hè? We zijn helemaal ready om to go, to let's go. En misschien dat we daarna ook nog eens uitgaan. Ja, dat lijkt me nou echt een keer leuk. Met Vincent op vrouwenjacht. Ja. Gewoon alsof jouw vriendin niet meer. Maar ik heb een vriendin, hè? Nee, joh. Ja, Ella die is ook in de superclub. Want wij gaan dus altijd naar de superclub. Ella is daar ook. We gaan eventjes kijken. En Niek slaapt hier vanavond. Wacht, maar Ella slaapt hier toch ook? Ja? Nee, ik ga niet op de bank. Hey, Ella gaat op de bank een keer. We hebben een 2-persoons luchtbed, gewoon echt chill. Oké, maar hoe vaak heeft Danny van den Berg er wel niet op gesext? Die fysikale oude man. Als het goed is, geen één keer. Je kan hier niet boos om worden, jij bent van WNF. Ik bespaar dit, omdat dit Vincent. Hier zit... Maar hier zit... Hoe moet ik hier gaan zitten? Hier zit statiegeld... Maar ik ga nog liever met de fucking bus dan hierin gaan zitten. Er zit statiegeld op. Waarom ligt het dan hier? Omdat ik het dan uiteindelijk weg ga gooien. Maar ik wil het even bewaren, want 15 cent is 15 cent. Je moet op de kleine dingen letten. Gewoon lui. Nee. Een luie flikker. Ik niet kapot trappen, Niek. Niek. Als je kapot trapt, dan werkt het niet. Stop! We komen dus nu aan, dachten dat het bij de Westen Gasfabriek was, maar het blijkt dus helemaal aan de andere kant uitknippen. Van... Want ik zei dat je met 2 gasten in bed lag. Dus misschien kan je het nog uitknippen. Ik vind jou zo vervelend. Ik moet zoveel blurren als ik met Niek ben. Of bliepen. Blurren, piepen. Alles. Maar goed, we dachten dat het bij de Westen Gasfabriek was. Dus we staan helemaal aan het begin van het park, zeg maar hier. Maar het is helemaal aan het einde, dus... We hebben even een romantische wandeling door het park. We hebben een romantische wandeling Kom, door het park. Kom, ga niet even het bosje. Oh. Wat vies peuk. Wat? Viesog! Eindejaars Anne Frank stichting. Ja, daar moeten we heen. Kijk, mocht het steeds aan niks zijn, dan gaan we lekker naar Anne Franks feestje. Ja. Oh. Nee, dat ga je eruit. Dit kan niet. En je gaat alles doen tot terug in je video. Wow! Yes! En hey, je bent bij TikTok, niet bij YouTube, hè? Fuck it! Ik ben ook bij een nieuwe vlog. Wij zijn op een TikTok-event. Ik ben op YouTube tegengekomen. Wie is je favoriete TikToker? Jij! Oké, weet je wie we gaan Shade vinden? Shade is volgens mij buiten. Nee. Fanato. Ja, is dit Shade? Is dit Shade? Wacht, ik ga nu naar de vlog op. Ja, dat Oké, dames en heren, we zijn hier nu bij een TikTok-event. Kijk eens.
Jawel. Ja, Danique, hi Danique. Dit is jouw top fitness TikTok uit. Dat is de vlog van Vincent. Dit is de Vincent vlog van Vincent. Hallo. Ook TikTok uit. Ja. Steun, sorry. Even kijken hoor. Hier hebben we... Hier hebben we Chappo. Kijk, we hebben iedereen hier. En we gaan weer door naar de volgende. Goed lekker. Dus voor... Voor de vlog van Vincent Visser. De vlog van Vincent Visser. Ja, oké. Okay. Door. Ik wil niet in deze video ook geblurred worden. Oké, we doen een zwart balletje op jouw video. Ja. Ik word gezocht, hè. Is het video van... Ja, ik word gezocht door jouw vrouw namelijk. Is het video? Oké, wie hebben we nog meer? We gaan nu iets nieuws doen. Wie ben jij de lekkerste TikToker? We komen net terug van het event en Mees en Sahid die hebben echt lopen kloten met mijn camera. Dus die beelden die jullie net zagen, jongens, geniaal. Ik heb ze niet gezien. Nou ja, er waren twee mensen aan het zoenen. Ja. En er was zo'n guy, Luc, die was ook met Jesse Maya zoend. Oh, heeft hij echt op jou? Ja, op beeld gewoon. Wacht, moet ik even terugzien. Oké, Nick, je hebt het nu gezien. Dit is wereldnieuws. Ja, dat is bizar, hè? Heel TikTok Nederland heeft met elkaar lopen tongen maken. Dat is niet normaal. En ik heb het op beeld. Maar al die gasten ook. Ja, geen idee. Jan Verbannen heeft gewoon een vrouw en twee kinderen. En die zoent gewoon met een andere guy. Ja, maar weet ik... Ja, maar denk je dat het voor de lol is? Of denk je dat hij nog uit de kast moet komen? Nee, natuurlijk is het voor lol. Hi, je wordt geblurred, hoor. Hi, mijn naam is Nocco Rosso. Wij zijn van Mag het of Mag het niet TV. Er heeft net een jongen met een jongen gezoend op een feest. Is dat normaal voor gasten of niet? Een jongen met een jongen. Ja, of ben je dan een beetje van de andere kant ook? Nou, als hij dat wil. Dat is van gewoon gezelligheid. Ja. Jij hebt blond haar en bruine ogen. Dat betekent dat het een van de zeven schoonheden is. Wat vind je daarvan? Wat ik daarvan vind. Wat jij ervan vindt? Fijn. Heel fijn. Waar moet je naartoe? Zoek je de weg? De bushalte is daar. Nee, ik zoek mijn fiets. Maar ik moet even wachten op mijn huis. Mijn fiets is kwijt. Nee, die staat niet. Niek, het is tijd om te gaan. Niek? Ja. Kom. Ik zie zo. Ik moet heel vaak nummer vragen. Zo. Marv, ja. Mogen wij naar binnen? Ja? Mogen wij naar binnen? Ja, jij mag altijd naar binnen. Yes. Oh, wat wat is dit nou weer voor haar? Oh, dus stop! Ik wist het. Ik heb hier niks mee te maken. Nu ben je gewoon keihard exposed. Hey! Oh. Jongen, generator, mijn vluchtmast! Kijk jongens!
Daar zijn we weer, jongens. Hey. Nico, hoe is je hotdog? Wat? Natuurlijk ga ik achter. Hoe is je hotdog? Mijn hand is bloed. Mijn hand is bloed. Kijk. Of is het saus? Dit is saus. Oh, jongens, ik heb hier ook zoveel zin in. Poh. Morgen, Pin. Maar goed, jongens, morgen de fotoshoot. Dus wij gaan nu lekker naar huis slapen. Pin, en dan gaan we morgen naar je shoot naar de McDonald's. Ja! Ja! Ja. Instappen wegwezen. Op naar morgen. Oh. Nou, slaap maar lekker. Gaan we zo lekker liggen zo. Zo helemaal ingestopt. Sst. Ze wil niet in beeld, hè? Nee. Nee. Ja. Nou, Jopie, slaap lekker. Ja. Zo, lampje gaat uit en ik wil niks. Ik wil niet meer, ik wil niks meer horen. Gaan jullie seks hebben? Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. Nou, Jopie, slaap lekker. Dat is geen seks, nou. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Wij gaan lekker het bedje in. En morgen een hele leuke dag, want ik ga de foto's doen en de review of video maken van Katje naar Sixpack. Dus ik spreek jullie morgen. Dus vond je nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.